Welkom. In deze course gaan we aan de slag met het doorrekenen van de wapening in een betonbalk. Dat gaan we doen op basis van een betonbalk die standaard in de bibliotheek staat en daarom gaan we wapening toevoegen. Vervolgens de berekeningen. En daar kunnen we vervolgens uitdrukstaten van gaan maken. We gaan eigenlijk dus in de eerste les aan de slag met het plaatsen van de wapening in de betonbalk, zoals alle beugeltjes, de bovenwapening, de flankwapening en de onderwapening. Als we dat gedaan hebben, gaan we in de tweede les aan de slag met het toekennen van alle parameters en formules in Revit, wat je dus hier linksonder ziet. En om dit allemaal te kunnen gaan doen, gaan we werken aan de hand van een stappenplan, een soort voorbereiding die je kunt gaan maken. Daar gaan we samen stap voor stap heen om te gaan bepalen welke formules we allemaal nodig hebben en daarmee dus ook alle parameters die we nodig gaan hebben in Revit. En als we dat dan allemaal gedaan hebben en onze betonbalk is klaar en de berekeningen zitten erin, dan kunnen we deze vervolgens in een project gaan inladen en daar uittrekstaten van gaan maken van de verschillende balken. En dan kunnen we dus ook alle eigenschappen van balken, zoals hun lengte en de wapening die erin zit, kunnen we terug laten komen in een uittrekstaat. En in deze derde en vierde les gaan jullie ook zelfstandig werken aan een eigen opdracht. Iedereen krijgt een individuele opdracht die hij uit een lijst van opdrachten kan uitkiezen om een variant op de balk zoals we die dan tijdens de lessen al gemaakt hebben zelf te gaan maken. Zoals gezegd gaan we werken op basis van een betonbalk uit de bibliotheek. Dit is in principe nog een relatief eenvoudige family. En als eerste is het goed om te weten dat de daadwerkelijke lengte van de balk tussen dit referenceplane en dit referenceplane is. Het stukje wat hier uitsteekt is nodig, dat heeft Revit nodig om in een project balken aan elkaar te kunnen joinen, maar het betreft niet de daadwerkelijke lengte van de balk. Nou, we zien ook dat hier dus die parameter lengte al tussen zit. En als ik even naar het zijaanzicht ga van de balk, dan zien we dat er ook al een parameter voor de breedte is toegekend en een parameter voor de hoogte. Nou, zoals jullie weten konden we alle parameters terugvinden onder de knop Family Types. En dan zie ik dus ook de B en de H terugkomen. Dit zijn een paar parameters voor de vellingkant. Dat is voor deze oefening even niet van belang. En wat wel even van belang is, is dat hier nog een extra parameter L is aangemaakt. En die is dus gelijk aan de lengte. En dat is puur gedaan dat we dadelijk in de formules gewoon kunnen verwijzen naar L in plaats van de lengte. Zodat onze formules straks in Revit niet al te lang gaan worden. Als eerste gaan we de beugels plaatsen in deze family. Daarvoor ga ik eerst eventjes terug naar de plattegrond van de family. En kies ik onder de tab Insert voor Load Family om de beugel als een nested family in te kunnen gaan laden. Nou, bij mij staat hij nog eventjes op het bureaublad, maar jullie kunnen hem vinden in de map courses. En ik kies voor om de wapeningsbeugel in te laden. Ik tik vervolgens CM om de beugel te gaan plaatsen. En één keer spatie om de beugel een kwartslag te draaien. En ik plaats hem eventjes ongeveer op deze plek. En ik ga even naar het zijaanzicht om te kijken hoe dit eruit ziet. Nou, we zien als eerste dat die beugel nu eigenlijk nog veel te groot is. En die kunnen we dadelijk gaan aanpassen. Om dat even toe te lichten, laat ik het even zien aan de hand van een plaatje. En we zien hier in de 3D straks de beugels die we allemaal gaan plaatsen. En hier een doorsnede van de balk. En de blauw deze beugel. En we hebben dadelijk vier parameters nodig om die beugel op de juiste maat te kunnen zetten. Deze family is zo opgebouwd dat als ik die parameters ga doorkoppelen, de beugel automatisch de juiste afmeting krijgt. En daarvan zijn van belang de breedte van de balk, de hoogte van de balk, de dekking, dus de maat van de buitenkant van de balk tot de buitenkant van de beugelwapening. En tot slot nog de diameter van de beugels zelf. Die wil ik ook kunnen gaan aansturen vanuit de hoofdfamily. Nou, hoe kunnen we dat gaan doen? Daarvoor gaan we terug naar Revit. En ik kan deze beugel nu selecteren. En dan zie ik in het properties venster de eigenschappen van die beugel.
Nou, en als eerste zien we hier de B en de H staan van de breedte en de hoogte. En die kunnen we middels dit vierkantje dus gaan doorkoppelen naar de parameters in de hoofdfamily. En zoals we zo straks gezien hebben, zaten deze al in de family. Dus ik klik vervolgens op B om die daaraan door te koppelen. Vervolgens de hoogte. En verder zie ik nog staan de CD, dus de dekking en de diameter van de beugel. Nou, die kan ik ook weer op klikken om deze door te gaan koppelen. En deze zijn nog niet aanwezig in mijn lijstje. Dus die gaan we toevoegen middels een nieuwe parameter. En het is goed om te realiseren dat we family parameters hebben en de shared parameters. En de shared parameters kunnen we straks in een schedule gaan uitlezen. Dat staat hier eigenlijk ook uitgelegd. En er zijn een aantal parameters die interessant zijn om weer terug te lezen in een schedule. Dus die gaan we middels een shared parameter toekennen. En de shared parameters die staan in een standaard lijstje. Het kan zijn dat je die nog moet toekennen. En dat kun je doen door op die knop edit te drukken en te kiezen hier voor browse. En er staat ook in de course map staat een tekstbestandje waarin al diverse parameters zijn voorgedefinieerd. En die kunnen we dus gaan gebruiken. Nou, ik zorg dat deze op betonbalk staat, zodat ik de parameters voor de betonbalk krijg. En we gaan eerst op zoek naar de parameter CD van de dekking. En die gaan we doorkoppelen. Ik klik weer op OK. Nog een keertje op OK. En vervolgens gaan we ook nog even de diameter van de beugel toekennen. Weer een nieuwe parameter toevoegen. Ik kies weer voor shared parameter. En ik zoek in mijn lijstje de diameter van de beugel op. We zien nu ook onder family types dat dus de parameters die we zojuist hebben toegevoegd nu ook in dit lijstje aanwezig zijn. Nou, nu is het wel prettig om parameters die door de gebruiker straks van de family te wijzigen zijn, even hier onder construction te gaan zetten, zodat die netjes boven in het lijstje komen. Want we krijgen straks een vrij lange lijst met verschillende parameters. Nou, dat kan ik doen door de parameter te selecteren en hier te kiezen voor edit. En hier een ander kopje uit te kiezen. In dit geval even op construction. En dat doe ik ook eventjes voor de diameter van de beugels. En nu kan ik dus ook de diameter gaan aansturen vanuit de hoofdfamily. Nou, nu heb ik deze op de juiste afmetingen staan, maar nog niet op de juiste plek zoals je ziet. En dat doen we dus met het commando align. En nu kan ik merken dat ik het midden van de wapeningsbeugel slecht kan vinden. Nou, wat ik vaak doe is eventjes met de cursortoets omhoog, zet ik de balk eventjes iets omhoog, of de beugel iets omhoog. Kies je voor align en ik ga hem naar het midden van de betonbalk zetten. En nu hebben we dus één beugel geplaatst. Zoals we ook in de 3D kunnen zien. Ik geef het terug naar de plattegrond. En ik kan hier de beugel een beetje slecht zien, dus het is handig om de view eventjes op wireframe te zetten, zodat de beugel beter zichtbaar is. Nou, nu kunnen we vervolgens een parameter gaan toekennen om de afstand van de eerste beugel ten opzichte van het einde van de balk te gaan bepalen. Dat doe ik door D in te tikken van dimension. Ik zet even maatvoering vanaf dit reference plane naar het hart van deze beugel. Ik selecteer vervolgens de maatvoering. En ik kies vervolgens bij label voor het parameter. Nou, dit kan in dit geval een family parameter zijn, want deze hoef ik niet per se terug te zien in de schedule. En ik noem dit eventjes de eerste beugel. En daarmee heb ik dus een parameter toegekend. Nou, we gaan dadelijk weer even terug naar de afbeelding van de betonbalk om uit te leggen hoe we een verdeling kunnen gaan maken van de diverse beugels over deze afstand. Nou, we
hebben zojuist deze eerste beugel in Revit geplaatst met deze parameter eerste beugel. En we moeten nu naar een manier gaan zoeken om een aantal beugels te gaan bepalen tussen deze afstand. Nou, en daarvoor hebben we eigenlijk een input van de gebruiker nodig. En dat noemen we in dit geval even de hat-op-hat van de beugel gewenst. Dus hiermee kan de gebruiker straks een waarde gaan ingeven voor de globale hat-op-hat maat die hij voor ogen heeft. Als we deze weten, kunnen we gaan uitrekenen hoeveel beugeltjes we nodig hebben. En dat kunnen we doen door de lengte, dus de lengte hier, de L, te gaan bepalen. Want dan gaan we namelijk twee keer deze parameter van aftrekken, zodat we de afstand tussen deze beugel en die laatste beugel krijgen. En dat is dus wat we hier zien. De lengte met twee keer die eerste beugel. Nou, en dat kunnen we dan delen door het aantal hat-op-hat maten. Maar zoals je weet is er altijd één beugel meer dan de aantal afstanden die we hier hebben. Dus we gaan dit delen door de hat-op-hat van de beugel gewenst. Dan hebben we het aantal beugeltjes, maar dan moet er dus altijd eentje bij, omdat er aan het eind en het begin ook een beugel is. Nou, en als we dat weten, dan weten we dus het aantal beugels, en dat noemen we in dit geval even bn. En die kunnen we straks aan de array gaan toekennen. Dus daarmee kunnen we Revit aansturen hoeveel beugeltjes er geplaatst moeten worden. Nou, nu weten we dus het aantal beugels dat we willen hebben. Maar we moeten dan nog wel de exacte hat-op-hat maat gaan uitrekenen. Want dat zal nooit een ronde maat zijn zoals de gebruiker voor ogen heeft. Maar die is dus een afgeleide van deze lengte. Min weer die twee keer die eerste beugel. Maar nu gedeeld door het aantal beugels dat we weten, min 1. Omdat die hat-op-hat afstand dus altijd eentje minder is dan het aantal beugels. Dus dat even hoe je dit kunt beredeneren, hoe je dit dus ook kunt aanpakken. En dat kunnen we nu dus in Revit gaan doen. Terug in Revit gaan we als eerste even de beugel in een array plaatsen. En dat kunnen we doen door die beugel te selecteren en te kiezen voor array. En het aantal van de array maakt nog even niet zoveel uit. En om hier een parameter aan toe te kennen, kan ik deze lijn selecteren. Soms moet je iets in of uitzoomen om hem zichtbaar te krijgen. En ik kies vervolgens bij label voor add parameter. Het aantal beugels is een parameter die ik wil graag terugzien in een schedule. Die is voor de aannemer wel interessant straks. Dus ik kies voor shared parameter. En in het lijstje is de BN, zoals we het aantal beugels gaan noemen, ook al aanwezig. Ik zorg er even voor dat dit een instance parameter is. En ik klik vervolgens even op OK. Nou, het aantal beugels konden we laten uitrekenen, hadden we zo straks bepaald. Vervolgens gaan we naar de knop Family Types. En gaan we als eerste even de parameter hat-op-hat gewenst. De maat die de gebruiker kon ingeven om de hat-op-hat afstand van de beugels aan te kunnen geven. En dat gaan we doen middels een nieuwe parameter. Maken we een instance parameter van, we noemen hem even hat-op-hat beugels gewenst. Dit is een lengte parameter, dat is prima. En ik klik vervolgens op OK. En ik ga deze even de maat van 300 meegeven. En ik ga nog even een kleine aanpassing doen. Dit is een input van de gebruiker zo straks, dus die wil ik weer graag onder construction hebben. Ik kies even voor edit parameter. Ik zet dit kopje even op construction, zodat hij netjes boven het lijstje komt. En vervolgens kunnen we het aantal beugels weer gaan uitrekenen aan de hand van de formule die we zo straks bepaald hadden. En dat is dus de lengte, de L min 2 keer de maat van de eerste beugel. Dat gedeeld door de hat-op-hat beugel gewenst. En dan moesten we er eentje bij optellen om het exacte aantal beugels te krijgen. Ik vervolgens dan op apply klik. Ik verschuif dit venster. Dan zie ik dat ik in ieder geval al in de richting zit van het aantal beugels dat ik moet hebben. Nou, vervolgens moesten we nog die
exacte hart-op-hartmaat gaan uitrekenen. En daarvoor ga ik eerst even de parameter toekennen. Ik zet even een nieuwe dimensielijn tussen de eerste beugel en de tweede uit de array. En dan ga ik een parameter aan toekennen. En dat is in dit geval ook weer een shared parameter. En die heeft de naam hart-op-hart BEU. Maak ook even een instance van. Klik volgens op OK. Vervolgens gaan we weer terug naar het Family Types venster om de exacte lengte, de hart-op-hart afstand van de beugels te gaan bepalen. Nou, dat konden we doen door dit stukje van de formule even te kopiëren. Want dat was gelijk aan de lengte min 2 keer de eerste beugel. Maar dit keer gedeeld door, en ik open even een haakje nu, het aantal beugels, dat was dus de BN, min 1, want we hebben altijd 1 hart-op-hart afstand minder dan het aantal beugels. En vervolgens kan ik op apply klikken. En in dit geval komt het heel toevallig zo uit dat dit ook precies 300 is. Ga ik nu echt de afstand van de eerste beugel bijvoorbeeld aanpassen naar 50, en ik klik weer op apply, dan zie ik dat die exacte maat dus nu 306,3 watt. Als ik nu op OK klik, dan zie ik ook dat die dus hier netjes is aangepast en mijn beugels dus keurig verdeeld tussen deze afstand staan. Nou, als laatste moeten we nog eventjes zorgen dat de array van beugels altijd netjes in de rij blijft staan. Nu staan ze allemaal wel mooi gelijk, maar als ik de breedte van de balk zou gaan aanpassen, dan verspringen ze soms. En dat kan ik het handigst doen door even de tweede beugel uit de array te selecteren, met de cursortoets omhoog te drukken. En dan zie ik eigenlijk dat ze, als ik zodra ik die tweede verplaats, de rest ook allemaal gaat verplaatsen. En nu hoef ik vervolgens alleen nog maar met align even het reference plane te selecteren, het midden van de beugel op te zoeken, dan verschijnt er een klein blauw stippellijntje en ik zet het slotje erop. En als ik die tweede heb gedaan, gaat de rest automatisch mee. Als ik dan vervolgens weer terug ga naar Family Types en ik ga de breedte en de hoogte van de balk aanpassen, kan het soms gebeuren dat je toch nog een foutmelding krijgt. Nou, in dat geval kies ik nu eventjes voor Remove Constraint. En we gaan even kijken wat er gebeurd is. Ik zie dat eigenlijk hier, zo te zien, niets geks gebeurd is. Dus ik ga even naar de front view. En ik zie dat de beugels in de hoogte allemaal versprongen zijn. Nou, dat gaan we dus ook weer even corrigeren. En dat gaan we doen ook weer met align. En dat kan ik doen door het kleine midden van deze eerste wapeningsbeugel op te zoeken. Dus niet het reference plane, maar het midden van de eerste beugel, dit korte streepje. En vervolgens het korte streepje van de tweede beugel. En daar zet ik een slotje op. En dan gaat wederom de rest mee. En het is dus altijd even zaak om tussendoor eens even te gaan testen, een paar parameters aan te passen om te kijken of de family tot zover geen foutmeldingen geeft. Nou, in dit geval gaat het niet goed. En hiermee hebben we eigenlijk de beugels geplaatst. Nou, je ziet nog wel dat ik in de 3D view maatvoering zie. Wil je dat niet, kun je even VG intypen. En zet je onder annotation categories de annotations gewoon in zijn geheel even uit. Nu we de beugels geplaatst hebben, kunnen we ook de wapeningstaven gaan plaatsen. Daarvoor activeer ik weer even de plattegrond van de family. En ik kies onder de tab Insert wederom voor Load Family. En ik laat de wapeningstaaf op deze manier in. Ik tik weer CM om een component te gaan plaatsen. En ik zet deze eventjes globaal op de plek. Net als we de beugels moesten aansturen in de afmetingen, moeten we dat ook even doen met de wapeningstaaf. Dat kan ik doen door deze te selecteren weer. En als eerste ga ik de lengte doorkoppelen. Dat is de L in de hoofdfamily. En ik kan de diameter van de hoofdwapening gaan doorkoppelen. Deze parameter moet ik nog gaan toevoegen. Maak daar een shared parameter van. En tenslotte nog de dekking.
daarmee heb ik deze wapenschaaf doorgekoppeld. Nu wil ik graag dat deze altijd in het midden van, in het midden van de balk blijft. Dus ik kies weer voor Align. En ik selecteer dus eerst het midden van de balk. En ik zoek in de wapenschaaf het midden op. Er verschijnt een klein blauw lijntje. En ik zet hier een slotje op. Vervolgens kan ik naar mijn zijaanzicht gaan. En deze even globaal op de plek zetten. Want we gaan eerst even kijken hoe we deze nu het beste op de plek kunnen zetten. Als eerste willen we weten waar het hart van de wapeningstaaf zit ten opzichte van de buitenkant van de balk. Nou, dat kunnen we berekenen. We hebben deze parameter voor, gaan we straks aanmaken. Die noemen we i_hfd. Nou, en die wordt dan vervolgens bepaald door deze dekking. De diameter van deze beugel. En tenslotte nog de helft van de diameter van de hoofdwapening. Dus deze. Nou, en als we dat dan in een formule zetten, dan zien we dus dat IHFD is dus de dekking plus de diameter van de beugel plus de helft van de diameter van de hoofdwapening. Nou, wat we als tweede willen doen, is dat de gebruiker kan ingeven hoeveel staafwapening er onder in de balk te komen liggen. Deze gaan we noemen SN, dus het aantal staven. En vervolgens kunnen we daarmee de hart-op-hart afstand van de staven onder in de balk gaan laten berekenen. En die hebben we genoemd hart-op-hart HFD. Die zien we dus hier terug. Nou, en dat is een afgeleide van de totale breedte van deze balk. Dus de B min 2 keer de IHFD die we net bepaald hebben. Dus dan heb ik de afstand van deze lijn tot deze lijn. Ten slotte kunnen we dat delen door het aantal staven min 1. Want we hebben tenslotte altijd 1 staaf meer dan we hart-op-hart afstanden hebben. Nou, dit kunnen we vervolgens in Revit gaan invoeren om de staven op de juiste plek te zetten. Terug in Revit gaan we als eerste even 2 dimensies plaatsen. Met Ctrl kan ik beide dimensies tegelijk selecteren en daar in één keer een nieuwe parameter aan toekennen. Nou, die hadden we gezegd, gingen we i_hfd noemen. En vervolgens gaan we naar het Family Types venster om hier de waarde van te bepalen. Nou, omdat hier dat diameter checkertje in staat, is het handig om hier de tekst even te selecteren en even Ctrl-C te kiezen om dit dadelijk in de formule in te gaan voegen. En we hebben hier dus de parameter IHFD staan. En daar hebben we van gezegd, die is dus de dekking plus de diameter van de beugel. Plus de helft van de hoofdwapening. Klik even op Apply om te checken of mijn formule het doet. Nou, dat lijkt in dit geval goed te gaan. En ik zie nu op de achtergrond dat mijn wapeningstaaf dus netjes op zijn plek zit. Vervolgens wilden we nog een parameter gaan toevoegen voor het aantal staven. Nou, dat is ook een shared parameter gaan we daarvoor gebruiken. En als het goed is, staat in dit lijstje ook de parameter SN al aangemaakt. Die voeg ik toe aan mijn project. Ik maak er even een instance parameter van. Vervolgens kan ik een nieuwe parameter gaan toevoegen voor de hart-op-hart afstand van de hoofdwapening. Dus ik kies weer voor een nieuw parameter. Ik geef hem de naam HOH_HFD. Ik maak er even een instance parameter van. Ik klik vervolgens op OK. En we kunnen hier de formule gaan voor gaan toekennen. En daarvan hadden we gezegd, deze is de B min 2 keer de i_HFD. Gedeeld door de aantal staven, dat is SN, min 1, haakje sluiten. Klik vervolgens op Apply. En ik zie dat ik hier de kleine letter B heb getypt. Het is dus hoofdlettergevoelig, dus ik moet hier de grote B van maken. En dan zie ik dat mijn hart-op-hart afstand van die wapening dus 152 mm is.
We hadden ook zo straks eigenlijk afgesproken om de parameters wat een input is van de gebruiker even bovenaan te zetten. Dus dat kan ik nog even gaan aanpassen hier. Ik zet deze eventjes hier op construction. Vervolgens klik ik op OK. We kunnen nu deze staaf even in een array gaan zetten. Deze maak ik bewust eventjes een beetje schuin omhoog. Het aantal maakt even niet uit, want die gaan we een parameter aan toekennen. En dat is die parameter SN die we zo straks hebben aangemaakt. En daarmee heb ik dus het aantal staven al te pakken. Vervolgens ga ik weer met align de wapeningstaven met elkaar uitlijnen. En ik zet nog een extra maatvoering voor de hat-op-hat afstand van de hoofdwapening. En deze hadden we al aangemaakt, dus deze kan ik nu direct toekennen. En dan zie ik ook dat de wapeningstaven nu netjes verdeeld onderin mijn balk komen te liggen. Ga ik nu bijvoorbeeld het aantal staven op 4 zetten, dan zou de verdeling dus netjes over 4 staven moeten gebeuren. Nou, dit lijkt goed te gaan, dus tot zover werkt de family. Nou, we hebben er nu voor gezorgd dat de wapeningstaven netjes in een lijn liggen, in de doorsnede gezien. Dit gaan we ook even doen vanuit de plattegrond. Ik selecteer hiervoor de tweede uit de array. Ik ga even met het pijltje links de tweede staaf verplaatsen en dan zie ik dat ik ook geen meldingen krijg dat dat niet gaat. Dus dat betekent dat hij ook nog niet gekoppeld zit. Nou, dat gaan we ook even doen met align. Ik zoek van de tweede staaf weer het midden op. Ik zet daar een slotje op en dan zie ik ook dat die derde automatisch meegaat. Dus dat ze nu netjes uitgelijnd in de balk liggen. Ik ga weer even terug naar mijn aanzicht. En we gaan de staven voor de bovenwapening op een soortgelijke manier plaatsen. Ik kopieer even de groep uit de array. Ik kies eerst voor een groep, want door de array komt de staaf in een groep te zitten. En ik wil hem nu apart kunnen aanpassen. Want dit is namelijk de staaf voor de bovenwapening. En daar wil ik een andere parameter aan koppelen voor de diameter. Dat kan ik dan weer doen door een nieuwe parameter te gaan toekennen uit de shared parameterlijst. En dat is dan de diameter van de bovenwapening. Vervolgens kan ik daar ook weer twee maatvoeringen op plaatsen. En daar gaan we ook een nieuwe parameter aan toekennen. En die noemen we in dit geval IBOV. Maak even instance van. En we kunnen nu ook deze weer gaan bepalen met een formule. En ik kan nu de formule die we hebben gemaakt voor de IHFD even gaan kopiëren. Die plakken we achter de IHFD of IBOV. En ik maak dus hier van HFD even BOV van. Ik klik vervolgens op Apply. En ik ga deze ook eventjes naar boven verplaatsen. En dat doe ik ook voor de diameter van de hoofdwapening. En ik ga eventjes wat verschillende waarden ingeven. Dus mijn bovenwapening is bijvoorbeeld 16 mm. Zodat ik hier ook kan zien dat ik dus een verschillende waarde krijg voor de IBOV en de IHFD. Nou, ik kan weer even op OK klikken. En dan zie ik dus dat de staaf nu netjes op zijn plek staat. Ook deze zetten we eventjes in een array. En het aantal staven houden we gelijk aan het aantal staven onder in de balk. Dus daar kan ik weer SN aan toekennen. Ik ga ze eventjes alignen. En we gaan nog even de hat-op-hat afstand bepalen. Ook hier moeten we dadelijk even een nieuwe formule voor maken. Want deze zal iets gaan afwijken van de hat-op-hat afstand van de hoofdwapening, omdat de diameter van de staaf anders is. Dus we gaan weer een nieuwe parameter aan toekennen. Die noem ik hat-op-hat BOV. Even een instance van. We gaan weer naar de family types. Ik kan weer de formule van de hoofdwapening kopiëren.
plak ik achter de waterpadafstand van de bovenwapening. En ik maak van HFD eventjes BOV. En dan zie ik dus dat deze nu ook weer netjes staan, uitgelijnd op de in de doorsnede van de balk. Nou, deze kunnen we ook eventjes weer gaan uitlijnen vanaf het plattegrond gezien. Dus ik selecteer hem. Ik ga even met mijn pijltje weer naar links. Ik kies hier voor Align, dus AA. En ik zoek weer het midden van de balk op. En ik zet het slotje erop. Tot slot gaan we nog even de flankwapening plaatsen. En dat gaan we op een iets andere manier doen dan de boven- en de onderwapening die we zojuist geplaatst hebben. Want we gaan namelijk een mogelijkheid inbouwen dat ik één wapeningstaaf in het midden krijg zodra de balk lager is, dus de H lager is dan 500. Nou, hoe kunnen we dat in Revit doen? In Revit bestaat de mogelijkheid om iets zichtbaar te laten zijn of niet, dus een yes of no parameter. Kunnen we een voorwaarde aanstellen. En die voorwaarde die heb ik hier eigenlijk weergegeven. Dus ik heb een yes or no parameter aangemaakt. Die heet dan 1 staaf. En die voorwaarde daarvoor is dat de H kleiner moet zijn dan 501 in dit geval. Nou, en we kunnen dus ook gaan kiezen dat we 2 staven willen. Dus we willen misschien op een bepaalde, als de balk een bepaalde hoogte krijgt, misschien 2 staven automatisch in de balk hebben voor de flankwapening. Hier staat weliswaar nog korf, maar het is beter om van flankwapening te spreken. En daar kunnen we ook een voorwaarde aan gaan koppelen. En die kunnen we dan bijvoorbeeld 2 staven noemen. En daar kunnen we een dubbele voorwaarde, en dat kunnen we doen door AND te gebruiken. En dan moet dus de hoogte groter zijn dan 501, maar kleiner zijn dan, of dan 500, maar kleiner zijn dan 1000. Nou, dat kunnen we dus in Revit gaan invoeren. Daarnaast is het wel handig om te weten dat we een overzicht hebben gemaakt van veel voorkomende formules die je kunt gebruiken in Revit en voorwaardes. En deze is te vinden in een PDF-bestandje die jullie kunnen terugvinden in de course map. Dus hierin staan veel gebruikte formules of voorwaardes. Ook wel statements genoemd. Nou, terug in Revit kunnen we die flankwapening dus gaan plaatsen. Ik maak weer even een kopie van een bestaande wapeningstaaf. Ik ga eerst deze weer ungroepen. Ik zet hem eventjes iets uit de kant. En ik ga daar eerst de parameter voor de flankwapening aan koppelen. Dus ook weer een shared parameter. Ik zoek hem op in het lijstje en die heet dus diameter LFK. Ik klik vervolgens op OK. En als eerste moeten we eigenlijk ook voor deze even een ei aanmaken. Nou, dat kan ik ook weer even doen door een dimension te plaatsen. En hem vervolgens een parameter aan toe te gaan kennen. En die noemen we dan ei underscore LFK. Daar hebben we ook een instance van. Die gaan we ook weer even laten berekenen. Dan kan ik wederom een formule gaan kopiëren. En dat is deze CD. En dan maken we dus van BOV FLK van. Nou, we hebben ook hier die FLK. Die ga ik weer eventjes naar boven verplaatsen. En de flankwapening is bijvoorbeeld 12 mm. En we zien dat hij nu ook al netjes op zijn plek staat. Nou, dit is de wapeningstaaf die in het midden van de balk moet komen te liggen. Dus die ga ik even alignen. Het slotje erop. En ik ga deze staaf nu selecteren. En dan zien we hier ook de mogelijkheid bij Visible om daar een parameter aan te koppelen. Nou, deze kunnen we dan, zoals hiervoor verteld, bijvoorbeeld 1 staaf noemen. En ik zie ook dat dit automatisch een yes or no parameter wordt. Even instance zetten.
Dan kunnen we de voorwaarden dus hier gaan ingeven. Ik heb hier die parameter staan, 1 staaf. En daar hadden we van gezegd, die moet dan als h kleiner, of kleiner is dan 501. Nou, je ziet dus dat hij nu uitstaat, omdat de balk inderdaad hoger is dan 500, hij is 700. Zou ik deze nu naar 500 zetten, dan zie ik dat die voorwaarde dus waar is. Ik zet deze waarde even terug op 700. Nou, ik kan vervolgens weer een wapeningstaaf kopiëren. En ik ga hier dus de parameter voor de visible, gaan we een nieuwe aan toekennen en die noemen we dan 2 staven. Ook even een instance van. Daar kan ik vervolgens een kopie van maken. En ik ga ze even alignen met de vorige wapeningstaaf. En deze gaan we gewoon over de hoogte verdelen door middel van een dimension. Ik selecteer het hart van deze staaf, het hart van die, het hart van deze en het hart van die. En ik zet deze op equal. En daarmee heb ik dus automatisch 3 gelijke afstanden voor deze flankwapening. Moeten we daar ook nog even de voorwaarden voor intypen. Dus ik ga weer naar family types. En we hadden dus gezegd deze parameter. Dat is dus int. Haakje openen. H groter dan 500. Komma. H kleiner dan 1000. Apply. En ik zie dus dat deze nu waar is. Dus deze staven zijn zichtbaar als de balk dus groter is dan, of hoger is dan 500 mm en lager is dan 1000. Vervolgens kan ik deze 3 staven gaan kopiëren. Ik zet ze naar de overkant. Deze kan er even uit. Gaan we even een maatvoering zetten. Daar gaan we de I FLK op zetten. En ik ga nog even deze met elkaar alignen, zodat die altijd netjes op dezelfde hoogte liggen. En het laatste wat we moeten doen is even naar het vooraanzicht gaan. Daarvoor ga ik wel eerst even de staven selecteren. Ik heb nu 6 staven geselecteerd. Ik ga even naar mijn vooraanzicht. En ik ga weer op de cursortoets links drukken om ze even uit het midden te zetten. En ik maak even mijn reference plane in het midden iets langer, zodat ik die iets beter zichtbaar heb. Ik kan met de tabtoets proberen het reference plane te selecteren. Dan kan ik hem bij het kleine blauwe puntje oppakken om iets te verlengen. Dat doe ik ook eventjes aan de onderzijde. En vervolgens kies ik weer voor align. En ik zet in dit geval even multiple alignment aan. En dan selecteer ik 1 keer het reference plane. En vervolgens ga ik naar het hart van de wapening staaf zoeken. Die zit dus in dit geval hier. Ik zet het slotje erop. Dat moet ik dus voor al die 3 de staven doen. Voor alle 6. Slotje erop. Nou, hier staat precies mijn reference level in de weg, dus die moet ik eventjes iets gaan verlengen. Door hem bij het kleine blauwe puntje op te pakken. En ik kies nog 1 keer voor align. Om ook deze middelste staven aan het midden vast te zetten. Nou, dat is tot zover het plaatsen van de wapening in de betonbalk. Nu we alle wapeningstaven geplaatst hebben, is het raadzaam om de balk eventjes in het project te gaan laden om te testen of de balk tot zover naar behoren werkt. Nou, dat kan ik doen door
een nieuw project op te starten. Dat doe ik op basis van een handtemplate. Ga vervolgens even terug naar mijn betonbalk. En ik kies voor Load into Project. Nou, in het algemeen kan ik nu direct beginnen te gaan tekenen. Ik zie hier wel een beetje een vreemd wapening. Daar moet je maar even niks aan aantrekken. Ik kan nu één keer klikken en twee keer klikken om de balk te plaatsen. Mocht hij niet meteen het commando actief maken, dan kun je onder structuur kiezen voor Beam. En hem alsnog gaan plaatsen. Nou, ik plaats bijvoorbeeld even twee balkjes. Ga met escape uit het commando. Even naar de 3D view om te kijken hoe dit eruit ziet. En tot zover lijkt de balk naar behoren te werken. Als ik hem dus langer maak, komen automatisch beugeltjes bij. En krijgen de staven de goede lengte.